Speciaal voor de alternatieve Nijmeegse Vierdaagse heeft Van Veluwe BV een medaille ontworpen. Ja, dat zijn ronde medailles eigenlijk, met het logo van de alternatieve Vierdaagse erop. En die kan je zowel in zilverkleur als in goudkleur, dus echt verzilverd, echt verguld, kan je hem ontvangen. Het maken van zo'n medaille is een heel proces. Medailles gaat hij hierin hangen, dan zie je het als messingkleur erin, komen ze als nikkel eruit. Nou naar het goudbad toe en hierin worden ze verguld. Er zit een echt dun laagje goud komt erop. Hier worden ze ombraamd en gepolijst. En uiteindelijk komen ze op de lopende band en dan gaan ze naar een droogbak. En daar worden ze gedroogd en dan vallen ze er ook weer uit. Ja, er zijn dit jaar heel veel medailles blijven liggen. Want we hebben het over allerlei wandelevenementen, maar ook andere sportevenementen. Of het nou voetbal is, hockey, zwemmen, volleybal. We doen heel veel evenementen. Ja, wat helaas allemaal niet door kon gaan. Wat we allemaal op voorraad hebben liggen nu. Nou, hier liggen de medailles zoals ze uit de gevangenis komen. En dan wordt er een lintje aangezet en uiteindelijk verpakt. En dan zijn ze klaar. Voor wandelaars is de medaille toch een mooie manier om hun prestatie te vieren. Het wordt wel altijd gewaardeerd zoals wij het ervaren. En ja, hopelijk lopen ze volgend jaar weer om nog een mooiere medaille te ontvangen.